een hele goede avond, mensen. En ik wil kijken naar de allerlaatste aflevering van seizoen 9, seizoen 4. In de afgelopen 6 afleveringen heb ik verteld over mijn YouTube-carrière. Hoe alles er gedaan is. En hoe ik het heb gedaan toen. Dus het is van joh, dit is leuk om even de laatste keer af te sluiten. Van joh, of het er doorgaat, ik ga mee doen met YouTube. Ik ben niet meer als vlogger. Dat gaat ook nog meer gebeuren ook. Want anderhalf jaar sinds COVID doe ik dit soort dingen. En dat gaat stukken beter dan vloggen. Ik zit ook gelijk aan mijn weergave. Ik pak het in de aflevering. Deze serie en dingetjes. Dus ja, als niet van jou, weet je. Ik vind het leuk maken leuk, maar niet om te vloggen. Het was allemaal te veel voor mij, denk ik, en te snel voor mij. Kijk, elke dag een vlog doen. Leuk om een keer te maken, maar niet meer voor nu. Voor nu blijf ik gewoon wat ik nu op deze aan doen ben. Elke vandaag een video om 9 uur. En voor een serie als deze. Of een première video. Of wat dan ook. Dus, ja. Wat ik nog meer wil vertellen is over sommige dingen. Denk ik van, joh, moet het nou echt op YouTube? Ik vind van wel. Het is mijn YouTube kanaal. Ik bepaal wat ik wil doen. Toen ik het ook Google zelf over hoe wat verder. Toen weet niemand eigenlijk. Het is van Google, maar ik ben een behouder. Houder van het kanaal, niet de eigenaar. De houder moet ik ervan. Dat houdt in dat ik dus onze mij zet. Als ze dat niet goed vinden, om zo te zeggen, zetten ze mij gewoon in video. En niet een strijk, maar wel van joh, weet je. In de tracking, mooi gezegd. Dan maak je er een claim van. En dan vind je ook vaak gebeurd. Dus moet je opletten wat ik doe, anders krijg je erg strijk. Dus ja. Ja, ik ben er gewoon blij mee dat ik nog steeds deze dingen kan doen en niet meer ga vloggen. Want vlog is mij echt te veel geworden in de laatste tijd. Sinds dat ik een nieuwe video maak voor jullie, heb ik steeds meer zin om dit weer te gaan doen. Toen ik die vervolg ging maken, dacht ik van, oh, weer een vlog, weer een titel bedenken, weer een tunnel maken. Nu denk ik van, oh leuk, dingen maken voor jullie, dingen bedenken tot deze serie. Als er meer aankomt, ik heb nog geen idee dat er meer aankomt, maar dat doe ik zelf wel. Dus, ja, dat is een beetje voor het onlikker. En gewoon leuk dingen te gaan bedenken voor jullie. Ik wil gewoon mee bedenken, dat weten jullie ook, maar doe het dan ook echt. Het is gewoon leuk, vind ik, om met jullie samen te werken als publiek. Dus misschien voor de volgende keer, voor een andere serie, met deze serie tot de nieuwe tijd, mee op en eerst levensloop, seizoenen. Ik heb geen levensloop meer te bedenken, tot nu toe. De kans is groot dat het klein wat er in komt. Deze serie levensloop, echt. Ik heb een artikel hier gemaakt op YouTube en ja, ik vond het best leuk om hier te eindigen. En wel toen ik jullie niet voor me voor 10 jaar bestaan. Nee, dat doe ik niet aan. Ik doe niet een extra ding over 10 jaar. Misschien ook wel, maar niet zoals de serie of deze. Dus ja, vond je het video leuk? Doe zeker dikke vette duim omhoog. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent. Zie je elke zondag een nieuwe video. Om 9 uur is het tegen mensen. Tot dan.